het zout. Het is weg. Onmogelijk. Onmogelijk. Iemand moet het hebben weggehaald. Wat gaat u doen? Waarom gaat u heen? Wat gaat u doen? Tijd te verliezen, zoon. Vader, ik wil met u mee. Als het waar is wat je me net verteld hebt, dan heeft het grotere gevolgen dan je ooit zult kunnen bedenken. Ik moet nog deur op het verbergen voordat iedereen erachter komt. Maar dan ga ik met u mee. Nee, je gaat niet met me mee. Je bent nog een jongen. Dat is veel te gevaarlijk. En ik wil jou ook niet nog eens verliezen. Onmogelijk. Onmogelijk. Weet wie het waren, Klaasje? Ik wil dat niemand het weet. Ik wil dat niemand in het dorp het weet. Hij knult het goed in uw oren, manke. Ik wil dat niemand in het dorp het weet. Denk je echt dat je dit verborgen kunt houden? Dan is het nog niet aan jou om dit aan de grote klok te hangen, hè? God almachtig! Ik denk dat je daar een beetje te laat mee bent, Klaasje. Klaas, wat is hier gebeurd? Deze schuur die hoort vol met zout te liggen. Hoe moeten wij nou ons friskoe houden? Zo verhongeren wij! Ga ik dat nog aan het uitzoeken? Ik kan toch niet zomaar verdwijnen? Het is gejat. Ik ken niet anders. En daar moeten wij wel aan doen. Ho, Corneer, dat is niet zo hard voor stapel lopen, hè? We weten nog eens niet wie dit gedaan heeft. Misschien kan ik daarbij helpen. Oh, tijd. Dan ga je eens een keer klaar. Hoe is smogend houden, hè? Klaas, laat die mensen praten. Ik wil niet dat er hier een schuldige wordt aangewezen. Ik wil niet dat er hier een naam genoemd wordt, omdat een of ander idioot door een naam uit zijn strot krijgt. Helmonders. Het waren de Helmonders. Huh? Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En waarom kom ik er nou pas mee? Hè? Waarom kom ik er nou pas mee van de dag? Ja, zijn de mensen die de grot hurten bewaken. Huh? Dan moet jij eens heel goed naar mij luisteren, vriend. Die schuur hier, die is van mij. En ik bepaal hier wat er hier gebeurt. Je maakt blij zijn dat je die smokkeltroep van uw uur kwijt kunt. Nou, je verdient er anders ook genoeg aan, of nee? Ik ga nou aan jou een toon doen. Wat ben ik al hier bezig, stelletje hengsten? Rustig. Nou, laat hem maar praten. Ik zal daar eens mee afrekenen, hè? Net zoals ze met die vrouw van jou gedaan hebben. Het niet over hebben, Anna. Ik wil het er niet over hebben. Dit moet verzorgd worden. Wacht, Anna, alsjeblieft. Wat heeft dit kwaad geschied? In het kort? Als zout is gestolen. En daar waren ze niet zo blij mee. Zout? De
denk ik, anders dat wij hier in het dorp moeten overleven. We halen ons zout in Vlaanderen. Hendrik, Willem, de melkboeren, de kastelein, iedereen haalt zijn zout in Vlaanderen. 12 centen de kilo hier tegenover 3 centen in Vlaanderen. Daar kan toch geen enkel ambacht tegenop. En u zelf? Ja, ik heb zelf ook mijn steentje bijgedragen. Maar nou is het weg. Het is gelijk een weg. Maar wie heeft het gedaan dan? Ja, Albert noemde de Helmonders, maar ik hoop toch echt dat het niet waar is. Maar de Helmonders hebben toch hun eigen voorraad waar ze aan beuren? Ja, nou kan wie dus juist, ja. Ja, daar is het hem net. 12 centen de kilo hier, 3 centen in Vlaanderen. Dat is alleen toch goede verdiensten voor het wat te smokkelen. Ik moet weg, ik moet weg. Ik moet naar de herberg. Ik kom met u mee. Nee, jij blijft hier. Jij bent vandaag ongehoorzaam geweest. En ik zal het door een vinger zien als ik qua jongen streek. Maar jij blijft hier. Ik zal wel voor hem zorgen. Ja, u heeft al genoeg andere dingen aan uw hoofd. Zwijgen dan. Maar doe maar. Maar vader. Geen je maar. Nou. Ja, dat is goed te pakken, hè? Ja, ja. Al een beetje op moeten letten. Als ik er niet bij was, dan had ik het wel je blauwe oog gehad. Maar ik wil nou onder ons weten wat er gebeurd is in die schuur. Hé, manke. Nou, vertel me eens op. Wat is er gisteravond in die schuur gebeurd? Nou? We willen jullie allemaal helpen, Hendrik. Ja. Dat weet je. Gisteravond, ik was... Bollen. Café! Zoals iedere avond. De schuur is op weg naar huis. Ik kon geen alarm slaan. Ik had een vrouw in ieder arm opgedaan in het café. Maak dat de helmelse kant wijs. Ga je met zo'n afzichtelijke kop, die kinderen zien dat je droogt hier op de hoek mee naar huis. Wat staat elke neer mijn vrouw kreeg. Nou, je bent niet zo'n vieven als hier die Willem. Manke. Hey, Jan, over schoon vrouw volk gesproken. Moet ik kijken waar nou binnen kunt lopen. Dat de menner van de smokkelaars niet is. Had ik eigenlijk niet genoeg slijg gehad? De zelfmoord, Hendrik. Dat is toch geen beginnen aan. Die Helmonders zijn me veel, die zijn me toch met veel te veel. Ach, je durft gewoon niet, hè, naar die foto die vrouw van jou gemaakt heeft. Hé, dan wordt hier geen herrie gemaakt. Als je wilt vechten, dan doe je dat maar buiten. Nou, dan wend er maar aan. Wend er allemaal maar aan. Als de plannen van deze mannen hier doorgaan, dan zullen ze niet meer alleen over straat kennen. Dan zullen ze buiten opwachten. Dan zullen ze weer elkaar slaan. Kinderen zullen niet meer alleen over straat kunnen. Meneer, zal er geplunderd worden. Er zal geplunderd worden. En Zemmeren? Zemmeren zal een hel worden. Hendrik. Waar ga je daar komen? Ons zout is gestolen. Ons zout is gestolen door de Helmonders. En misschien, hè, heeft Klaas hier wel gelijk. Hij weet als geen andere wat van de prijs dat hij betaalt voor het smokkelen van ons zout. Maar nou vraag ik jullie dit. Pikken wij zomerse mensen dit? Nee. Laten wij gewoon over ons heen lopen? Gaan we gewoon doen waar we bezig waren? Nee. Gaan we vrolijk weer verder, terwijl dat we weten dat we pistolen zijn? Ik dacht het niet. Als we nou niks doen, dan is dit nog maar het begin. Voordat we het weten, hebben we niks meer. Want alles valt ons weg, want dan hebben we echt niks meer. Ons zout is de grootste bron van inkomsten. Ons hard verdiende geld. En daar hebben die Helmonders met een valjaar te laat gebleven. Meneer Vrieg, bij zonsopkomst ga ik met deze dappere mannen naar het kasteel in Helmond. En dan gaan we het zaal terug halen. Verzamelen! Verzamelen!
Klaas, jongen. Gewoon ijs. Kom, wij lossen dit wel op, jongen. Hendrik, luister nou naar me. Die helm onder zal u dan niet in dank afnemen. Het is toch een weg kapot maken. Ik lig nog liever in mijn kist dan dat dit laat gebeuren. Hallo. Op zomer, hé! Op zomer! Ik hoor uw dappere kreten en waardeer uw moed. Jullie bent niet bang. Nee. Met Gods zegen zal het recht zegen vieren. Op zomer! Dat is een stormopkomst. Een storm zonder wind, zonder regen, zonder onweer. Geen enkele kans op zonlicht. Een duistere periode. Net zoals 8 jaar geleden. Morgen bij dageraad trekt Hendrik en zijn mannen naar het kasteel in Helmond. Dat is een ongelooflijke ramp voor ons dorp. En ook al zouden ze het zout in handen krijgen, dan nog, zal de wraak van die Helmonders, die zal zoet zijn. Maar is er niet iets wat u kan doen om ze te beschermen? Ik heb gedaan wat ik kon. Die mannen zijn verloren. Ik bedoel, als u ze bijstaat, misschien kunt u ze dan behoeden voor hun fouten. Mijn smokkeltijd zit erop. Ik heb mijn prijs wel betaald. Moeder. Maar kunt u ze niet voor het gerecht slepen? Het is tenslotte uw zout. Waarom moet deze strijd met bloed bevochten worden? Terecht. De smokkelwaar. Zo onwettig als het maar zijn kan. Nee. De enige misdaad die ze nog erger vinden tegenwoordig, dat is een moord. Ja. Dat zou een enige redmiddel zijn. Als die strijd daar morgen uitloopt op een bloedbad. En wordt die prijs wordt betaald met een kop hier uit Sumeren. Net als Mils Johanna. Deed Johanna mee met de smokkeltochten? En wie zorgt er dan voor jullie zoon? Stond God dat toe? Jacob was een klein manneke toen. Maar hij was veilig in het dorp. Trouwens, Johanna geloofde helemaal niet in God. Ze geloofde niet in de hemel, maar in een hel. Nee, want Johanna, die was niet bang voor de dood. Ze lachten om de dood. Nee, Johanna had haar eigen hemel. Eigen paradijs. De dood was de poort, zei ze altijd, naar een grote vlakte. Een vlakte omringd met bomen, met riet, met midden een meer. Zo mooi dat je erin kon verdrinken door de schoonheid die het bracht. Een plekje alleen voor onszelf. We hadden alleen elkaar. Nou ja, meer hadden we ook niet nodig. En wat gebeurde er dan?
Dat is 8 jaar geleden. Jacob was nog zo'n klein manneke. Het waren de grauwe jaren. Het waren gouden jaren van de smokkeltochten. Met als Johanna. En ik voorop. Totdat. Niks wat ik eraan kon doen. Nee, hier was het er. Het geweer. Het geweer had haar leven genomen. Waarom? Waarom zij dan? Waarom is dat niet ik? Thank you.
Bedankt voor alles voor vandaag. Je bent een goede vader. Je kan trots zijn op jezelf. Het is al laat, Anna. Je moest maar gaan. Na al die jaren... Na al die jaren is Johanna de enige vrouw die uw hart toelaat? Jacob? Jacob? Hé, hey, hoe kon Klaas hier nou zo'n probleem van maken? We hebben geen enkele tegenslag gehad. De hel van Zemmeren. Let me niet lachen. We zijn er nog niet, mannen. Wat willen ze doen dan? Of zou het nog een keer stelen? Kom op, Hendrik. Klein glimlachje kennen we wel vanaf, hè? Ja, gelach maar. Je bent werkelijk nog stommer als je eruit ziet, Willem. Je bent te laat. Het kwaad is al geschied. We zijn allemaal terug onderweg naar Zummeren. Het kwaad is al geschied. Wat denkt jij nou zelf? Denkt jij nou werkelijk dat jij het kasteel in Helmond kunt overvallen zonder enige tegenslag? Zeker niet, nee. Wij waren met zoveel man. Dat ze gewoon bang van ons waren. Ja. Wat kwam je hier eigenlijk doen, Klaas? Jij wilde hier toch niks mee te maken hebben? Ik kom in de zoon halen. Dat is geen tocht van een jongen. Jacob. 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 Kom. Oh. Nog een goede reis, mannen. Wat is dat? Jullie rampspoed. Zet die wagen aan de kant.
waar je al het gereedschap en zwapen kunt gebruiken. Dit is het moment. Dit is de strijd. Laat zien dat je niet bang bent. Laat zien dat je van Zummeren komt. Van Zummeren! Thank you.
Vader. Anna, zou je goed met een zoon? Vader, nee. Hij kwam van zomeren. Maar dat was niet waar.